En dan gaan we weer. Welkom, wij gaan Dennis. Ja, je moet ook genoten hebben van die passie, van die beleving die we woensdagavond hebben gezien. En vooral van de uitslag. Ja, tuurlijk. Ik denk dat je de wedstrijd fantastisch begint. Hoe je het wil hebben thuis in de beker. En dat, ik denk dat we daardoor ook de wedstrijd gewonnen hebben. De manier waarop je start. Is altijd makkelijker als je goed start dan niet. Om in de wedstrijd te komen, maar dat hadden we afgelopen wedstrijd tegen PSV niet nodig. Toch heb ik de nodige spelers gesproken, die zeggen er wel gelijk ook achteraan. Als we dit nou elke keer hadden kunnen laten zien, kunnen oproepen, dan hadden we er niet voor gestaan in de competitie waar we nu staan. Leeft dat gevoel bij jou, blijft dat ook hangen? Ja, nou je ziet gewoon als je zo speelt zoals wij speelden tegen PSV, dat je ook tegen PSV wint. En als je dat elke wedstrijd kan opbrengen, dan word je kampioen, denk ik. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk wel gehad. Die strijd en die passie in wedstrijden. Zeker omdat je bovenaan staat. Je weet dat als je blijft winnen, bovenaan blijft staan. Dat is natuurlijk een hele andere druk dan die we nu hebben. En de druk was tegen PSV van het moeten winnen. Omdat je anders uit het bekertoernooi ligt. En ja, dat zag je wel terug bij de jongens. Een schone taak voor jou in de competitie, in een strijd om, hoe moet zich nu dat aanzien om plek 3, om dat er toch wel in te krijgen? Ja, maar ik vind dat we dat de laatste maanden, dat we dat wel erin hebben gekregen. Je ziet qua resultaten, de laatste 11 wedstrijden maar 1 keer verloren. Je ziet dat het team daarin stappen maakt. En dat we daarom ook stijgende zijn op de ranglijst. En we willen nog verder stijgen. En daar is zondag tegen VVV uit, is daar weer het volgende voor om dat ook zondag op te brengen. Dat is een wedstrijd, VVV uit. Als je de cijfers erbij pakt, heel gek. Die heeft Feyenoord vaker verloren dan gewonnen. Terwijl, ja, dan moet je ze er niet erbij pakken. Nee, maar dat geeft wel aan dat het geen makkelijke orde is. Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk is elke wedstrijd weer een nieuwe wedstrijd. En natuurlijk zegt het wel iets, maar ik denk ook niet alles. Je hebt weer een thuiswedstrijd geloot voor de beker. Ja, dat is heel fijn. Dat is volgens mij de 23e keer, las ik. Hoeveel? De laatste 23 keer thuis of zo? Nee, maar hiervoor wel. Het is meer als je het kan gebruiken, moet je het pakken. En als je het niet kan gebruiken, moet je het weglaten. Dus bij deze pakken we het erbij. Maar de weg richting weer een hoofdprijs ligt wel helemaal open, toch? Nou, die kans is natuurlijk groot. Als je de loting is gunstig omdat je thuis loopt. Alleen, winnen van Willem II thuis en je staat in de finale van de beker. Dus dat is voor ons voldoende reden om die wedstrijd te winnen. Ja, 2 jaar terug was het ook in de bekercampagne wel met de hakken over de sloot. Hè? Dus er is nog wel een risico zeker. De hakken over de sloot? Ja, toen ging je met hakken over de sloot uiteindelijk door. Vlak voor tijd viel 1-0 met de 1-1. Je bedoelt tegen Willem II die ronde, ja. Klopt, ja. Dat was volgens mij nog een grote kans, denk ik, op 2-0 achterstand met Sivkovic, die tennis tackled. En Tony net voor tijd, ja, dat is een beker, dat kan alle kanten op gaan. Alleen, wij moeten zorgen dat het onze kant op gaat. Nicolai Jurgensen, hij blijft. Vooraf werd er gesproken van, ja, hoe zit dat dan met motivatie? Volgens mij heeft hij woensdag wel het antwoord gegeven hoe dat zit. Hoor. Ja, dat had ik van tevoren al gezegd natuurlijk, dat hij bij hem de knop om is. Hij weet waar zijn toekomst ligt. En dat zag je ook aan hem. Ik vond dat hij heel sterk speelde. Met name ook met die eerste goal van Steven natuurlijk perfect dat hij hem neerlegt daar. Maar gewoon in alles, in zijn houding, in zijn gretigheid, manier hoe die druk zet, meters maakt. Ja, dat zie je dat Nico Newcastle uit zijn hoofd heeft gezet en nu alles weer op Feyenoord richt. Van Persie heeft heel lang moeten warmlopen, is uiteindelijk niet ingekomen in die wedstrijd. Nee. Is dat iets wat lastig voor hem is? Nee. Toch nog een afweging voor op termijn. Ik bedoel, het is wel een ster natuurlijk en die gaat dan alleen maar warmlopen. Er zijn wel wat reacties op gekomen. Ja, maar ik bedoel, iedereen loopt warm bij ons op de bank. Dus ook Robin. En wat ik al zei, we gaan voor om wedstrijden te winnen. En dat is het allerbelangrijkste. En natuurlijk kijken we naar als we Robin kunnen brengen dat hij fitter wordt, wedstrijd fitter wordt. Zullen we dat ook doen? Maar
Uiteindelijk blijft mijn enige doel om wedstrijden te winnen. Dus kunstgras, als we het over hem hebben, nog een afweging om dan juist wel of niet meer tijd te geven zonder? Nee. Nee, hij heeft er denk ik wel een aantal wedstrijden op kunstgras gespeeld. Natuurlijk niet in Turkije, maar het is wel in het ver verleden. Maar met zijn techniek moet dat geen probleem zijn. De laatste. Iedereen fit voor de... Ja, Bart was nog twijfel. Voor de rest, Sam was binnengebleven met wat kleine klachtjes. Dus we zullen daar morgen moeten afwachten of dat voor zondag haalbaar is. Nog even over Jurgensen. Hij blijft dus. Hij kon naar Newcastle. Maar wat denk je is zijn plafond? Hoe goed kan hij worden en in welke competitie zou hij bijvoorbeeld kunnen spelen in jouw ogen? Ik denk dat de Engelse competitie hem wel ligt. En je plafond. Het is moeilijk om dat voor spelers te bepalen waar je plafond zit. Omdat je elke keer voor nieuwe uitdagingen staat. En daarmee ook je eigen plafond kan verleggen. Dus voor Nico is denk ik de volgende stap die hij maakt in een sterke competitie. Ja, dan kan hij zich daar verder ontwikkelen. Dus wat zijn plafond is, dat heeft ook te maken hoe Nico erin staat en hoe hij zich ontwikkelt. Maar ook met die centrale verdedigers in Engeland, allemaal reuzen die hard tackelen, die een stuk beter zijn dan hier. Kan hij daar slagen, denk ik? Nou, ik denk toch wel genoeg spits in Engeland rondlopen die daar goed mee om kunnen gaan. Dat heeft Nico ook natuurlijk. Hij heeft fysiek, hij is slim. Hij heeft goede loopactie, goede techniek. Dus eigenlijk alles wat nodig is om te kunnen slagen. Alleen, ja, wanneer dat moment is, dat weet ik niet. Wat vond je van Brad Jones woensdag? Want hij had een paar belangrijke reddingen. Op de schoten van Pereira, nog een bal op de lat getikt. Ja. Maar ook Malasia een keer in de problemen gebracht. Een paar keer onzeker met voorzet. Wat vond je van? Nou, het was natuurlijk een moment waarbij hij de keuze natuurlijk maakte om verdedigers in te spelen. Ik denk dat het ook een wisselwerking is met de keeper en de verdediger. Hoe je zeg maar je aanbiedt, geef je een tegenstander nog de ruimte op om die ballijn af te snijden. Of ga je zo ver naar achter dat het niet kan. Dat zijn nog wat dingen wat niet alleen Brett beter moet doen, maar ook mijn verdedigers. Daar zijn we mee bezig met ze. En hij heeft natuurlijk een aantal cruciale reddingen gehad. Met name op 2-0 die bal van Pereiro. Een bal die hij net overtikt via de lat. Waardoor hij de 2-1 voorkomt. En ja, we weten dat Brett in situaties dat hij spel moet hervatten. Ja, daar nog zeg maar de juiste keuzes in moet maken. Vaak wordt het natuurlijk ook bepaald door de sfeer in het stadion. Om snel in te gooien, maar soms kan het niet. Dus ja, dat is voor... Hij wacht vaak wel heel lang, hè? Dat is wat opvalt. Ook bij als je gelijk staat of voorstaat. Hij wacht heel lang met doeltrap bijvoorbeeld. Er zijn er veel vragen die komen. Waarom wacht hij altijd zo lang? Nou, ik vind dat hij daar... Het is altijd afhankelijk van of je een bal in kan spelen. En ik vond met name dat hij bepaalde momenten tegen PSV juist te snel ingooide. Waardoor we eigenlijk het rustmoment hadden. En hij heel snel het spel weer hervatte. Waardoor PSV weer de bal kon onderscheppen. Dus dat zijn de momenten die je in een wedstrijd aan moet voelen. En daarin dan de juiste keuzes moet maken. Het zat jullie in die wedstrijd tegen PSV ook niet tegen met de scheidsrechter. Mag ik dat zo zeggen? Ja, een aantal beslissingen hadden ook anders kunnen zijn, dat klopt. Ja, want die videoscheidsrechter, je hebt in het verleden ook wel eens gezegd dat het houdt het romantische er wel van af. We hebben gisteren tegen Willem II Rode over iets geks. Ja, ik zag het, ja. Wat vind je er allemaal van? Ja, wat ik al zei, het duurt lang. Het duurt lang. Het is ook moeilijk om direct zeg maar in te grijpen als videoref, denk ik. Maar ja, we zagen gisteren natuurlijk ook bij Rode het moment dat ze de 3-2 maakten. En uiteindelijk ook een paar minuten daarna ook weer werd afgekeurd door Hensbal daarvoor. Dus voor mij is het met name het wachten. En wat ik ook al na de wedstrijd zei, na een paar minuten dat je een goal viert, dat die dan weer wordt afgekeurd. Dus. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk wel beslissingen die goed worden bekeken. En ja, laten we hopen dat dan uiteindelijk de beslissing altijd de goede is. Pie. Gio, Botkin en Van der Heijden, die zitten op de bank. Hoe ver zijn die? Of heb jij nu het definitief gekozen voor deze twee? De laatste
Ik denk dat we de laatste weken verdedigend weinig hoefden te wisselen. Ik denk dat dat ook voor een elftal ideaal is. Beide spelers hebben natuurlijk na een afwezigheid van een aantal maanden, 3-4 maanden, weer minuten kunnen maken. En ik ben wel blij dat ik Haps heb kunnen brengen, 3 kwartier. Die is ook een speler die natuurlijk een aantal weken niet heeft gespeeld. Ja, ik denk dat beide nog niet klaar zijn om een wedstrijd te beginnen. Want daar hangt het een beetje vanaf. Zeker in een bekerwedstrijd met verlenging erbij. Ja, dan heb je spelers nodig die daar ook gewoon voor 120 minuten kunnen staan. En beide spelers zijn nog aan het werken om dat uit te bouwen. Ja, het is niet zo dat je al een kwalitatieve keuze hebt gemaakt. Nee, want ik maak pas als zij ook echt beschikbaar zijn voor een basisplaats. En nu werken we daar naartoe om ze zo fit te krijgen dat ze ook kunnen starten. Ja, heb je ze nou noodgedwongen op de bank om eventueel die minuten te kunnen? Nou ja, kijk, je weet. Klopt. Er komen weer wedstrijden aan in de belofte. Maar kijk, je weet natuurlijk ook met Erik op de bank voor zo'n laatste fase PSV 10 minuten. Als PSV natuurlijk met een extra spits gaat spelen, ja, dan kan je Erik daarvoor gebruiken. En daarvoor hadden we hem ook op de bank. En dat heeft hij ook uitstekend gedaan, die minuten die op het veld stond. Ja, maar Van der Heijden, denk je nog niet aan minuten maken via je eerste elftal? Nee, beide zullen ook in de komende weken minuten maken in het belofte elftal. En we zullen kijken hoe fit ze zijn, ook op trainingen. Het gaat steeds beter hoor, ze zitten er dicht tegenaan. En uiteindelijk ben ik wel blij, omdat ja, ik heb eigenlijk heel mijn selectie fit. En dat wil je natuurlijk hebben. Ja, ik denk dat natuurlijk is dat wel een factor. Als je natuurlijk uitspeelt bij Ajax, waar geen supporters zijn. Dus je hebt ook niet die steun die je voelt dan. En die steun voelden we natuurlijk wel tegen PSV thuis. Ik denk dat het ook de bekerfinale is, avondwedstrijd. Verliezen is uit het bekertoernooi. Ja, je zag daar gewoon vanaf minuut 1 de drijf bij mijn spelers, de passie in strijd. En die wedstrijd ten koste van alles willen winnen. En dat heeft ons ook de wedstrijd opgeleverd. Maar dan moet je bij Ajax natuurlijk ook om een beetje in spoor te kunnen blijven. Hoe kijk je daar dan als trainer naar? Dat het die spelers dan blijkbaar wel makkelijk lukt thuis, maar in de uitwedstrijd toch moeilijk kunnen spelen. Dat ze het hier wel kunnen oproepen en daar minder. Ja, nou, ik denk dat ook te maken heeft met een tegenstander. Je weet natuurlijk, we hebben een aantal wedstrijden gespeeld, Europees, tegen sterke tegenstanders, waarbij we goed compact stonden en dat ook konden combineren met goed voetbal en vast aan de bal. En ik denk dat Ajax uit een wedstrijd is waar we wel heel goed compact stonden, maar juist aan de bal niet ons spel konden spelen. Terwijl we gewoon natuurlijk in een 4-3 stonden met 3 spitsen. Alleen dat kwam er niet uit. En dat vind ik toch van die wedstrijd nog wel dat niet goed geweest is. En dat gevoel van aan de bal niet kunnen brengen wat je kan en moet. Iets andere vraag. Ronald Koeman die is weer dicht bij het bondscoachschap van Oranje. Jij bent hem gewerkt als speler en als trainer natuurlijk bij Feyenoord. En ik ben benieuwd bij mensen die met hem gewerkt hebben. Je hebt hem al de ideale bondscoach genoemd voor een aantal jaren. Wat maakt hem nu zo'n geschikte trainer voor het Nederlands elftal? Ik denk dat Ronald, ik heb natuurlijk wat je zegt meegemaakt als speler. Ja, dat was voor mij wel een moment dat ik iemand om me heen had die alles had meegemaakt. Waar ik zoveel respect voor had. En eigenlijk elke minuut dat ik bij hem kon zijn. Als het nou op trainingsveld is of binnen of onder de douche. Ja, dan praat je met Ronald over het voetbal. En dat heeft hij natuurlijk als speler heeft hij dat bereikt. Als coach ook. Ik denk dat hij de laatste jaren uitstekend de Nederlandse coach heeft vertegenwoordigd. In het buitenland ook. En weet en kent alles wat er nodig is in het topvoetbal. En dus in dat opzicht vind ik dat Ronald al een aantal jaren de ideale bondscoach is. En ja, het ziet eruit dat het ook gaat gebeuren. Dus dat is voor mij mooi om te zien. Omdat ik natuurlijk zoveel
mooie herinneringen aan Ronald hebt. En ook heel veel aan hem heb te danken vanuit mijn trainerscarrière. Dus dat zal mooi zijn als hij bondscoach zou worden. Iemand nog? Ik hoorde je, het ging net over Bottingen van der Heijden. Ik dacht tussen de regels door te horen dat Habs wel weer fit is voor een basisplek. Nou, Richard heeft 3 kwartier gespeeld en heeft dat goed gedaan. Dus die is nu wel wat verder dan Erik en Jan. Dat klopt. Is hij nog steeds jouw beoogde eerste linksback of heeft Malasia jou zo verrast dat hij hem misschien voorbij is? Nou, hij heeft natuurlijk, Ricciano was mijn eerste back. En hij is natuurlijk weggevallen met een breuk. En ik vind dat Malacia zich daarna in het elftal uitstekend heeft ontwikkeld. En ook afgelopen wedstrijd, PSV, waarbij hij natuurlijk geel kreeg. Randjes zat voor de rode kaart, dus we moesten hem ook eraf halen. Maar ja, daardoor kon Ricciano ook weer minuten maken en Viridiano ook een uitstekende back. Dus Habs komt er op termijn zeker weer in. Nou, dat ligt ook aan Viridiano zelf. Ja. Maar dat ligt altijd ook een deel aan de spelers. Hoe die zich staande houden. Hoe die zich manifesteren. Maar over Viridiano heb ik daar geen enkel twijfel over. Ik zie niemand meer met vingers. Dan stoppen we ermee. Dankjewel. Yes.